Die K betekent poep en die olo betekent je gat van je bil. Is niet zo prettig gehoord, hè? Nee, hè? Nee, dat is het woord kaulo zeker niet. Toch wordt het heel veel gebruikt. En daar maakte cabaretier Roué Verveer gisteren een filmpje over dat hij op Instagram zette. Kaulo is een van de zwaarste scheldwoorden die Suriname kent. Het filmpje ging viral. Het is nog geen 24 uur later al bijna 300.000 keer bekeken. Ik zie hem overal oppoppen, iedereen deelt hem. Waarschijnlijk dachten heel veel mensen het al, alleen niemand zei het. Het betekent ka en olo is kaolo is poepgat. Eigenlijk niet zo erg, maar het weegt zwaar. Hetzelfde als een schelden met kanker. De druppel was dat gisteren een jonge man naar me toe kwam. Goed bedoeld, helemaal vrolijk. Hij zegt, hey, ik ben fan van jou. Jij bent echt kaulo grappig. En toen dacht ik, okay, hij weet niet wat hij zegt. Hij weet niet dat hij een zwaar Surinaams scheldwoord gebruikt. Kaulo erg of zo. Of, ja, dat soort dingen. Deze kaneelbroodjes zijn kaulo lekker. Ja. Kan je ook zeggen. Als ik mijn teen stoot of zo, zeg ik ook wel, ah, kaulo, sorry. Wat had je net gezegd? Kaulo. Kaulo, dat is een. Is niet zo'n mooie woord, hè? Maar joma pampa, joma kaulo is een vieze woord. Die mensen kan je met je vechten, weet je? En het betekent poepgat. Oh. Nou, dat is heel raar, want als je dat gebruikt, zeg maar, met iets heel erg of zo, dan ja, snap ik niet zo goed waarom u het zegt. Poepgat. Ja? Ja. Best leuk om te weten. Poepgat is je kont. Of niet? Ja. Poepgat. Ik dacht dat het balzak betekende. Oh, ja. Ja, dat dacht ik. Ja, dat denk ik. Kontgat. Oh, je weet dat? Ja. Echt? Ja, het is kontgat. Oh. Ik gebruik het wel hoor, soms. Dat wel, ja. En dat blijkt zo waar ook te gelden voor Roué Verveer zelf. Je weet, als je je kleine teen stoot tegen een tafel, dan komen er bij mij een paar kaulo's voorbij, hoor. Dus dan wel? Dan wel, maar nog steeds niet waar je moeder bij is. Want ook als stoot je je teen waar je moeder bij is... Zeg je geen koude. Zeg je shit. Zoiets.